Ik zag net een reclame met een heel mooi nummer erin, waarvan ik zeker weet dat ik hem ergens heb. Maar waar? Ik heb geen idee. Dat nummer, ik weet ook niet of dat een royalty free nummer is. Eerst even de honden binnen laten. Ik weet ook niet of dat een royalty free nummer is. Maar daarom wil ik hem dus eerst even opzoeken en dan hopen dat ik hem kan gebruiken in een van mijn video's. Maar dan moet ik wel eens weten of hij royalty free is. En de honden erin laten. Zo. Oh, doggies. Kom. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Kom. Kom. Dus nou eerst even dat nummer opzoeken. En dan achterhalen of dat een royalty-free nummer is of niet. En hoe ik dat doe, via YouTube. Gewoon even rondkijken. Er zijn altijd, als er wel royalty free is, dan zijn er vast en zeker wel heel veel YouTube kanalen die hem hebben. Ergens. Maar dat is dus eerst even opzoeken. Eerst even dat nummer zoeken. Dat is belangrijker. Want als ik hem niet heb, moet ik eerst achterhalen hoe die heet. En dan weer opzoeken. Dat was elektrisch. Electronic. En dan Club Dance Dirty House. Drum and bass, dubstep, electro house, hardstyle house, modern music. Dat is me in ieder geval niet. Modern music, house, alles bij langs. Scheiße. Ik ben nog wel even bezig. Ik ga mijn volgende zoeken. Ik heb het nummer kunnen vinden. Ik weet 110% zeker dat ik hem heb. Maar ik kan hem nergens weer vinden op mijn computer. Dus ik heb hem opnieuw gedownload. Het is een royalty free nummer. Hij is gratis te downloaden. De link is daarachter in de video. Want ik gebruik hem in deze video. Voor als je het nog niet weet. Dat is het nummer. En hoe kan ik... Dat nummer heb ik heel vaak geluisterd. Dat ding heb ik... Hoe kan ik hem nou niet weer vinden? Wat is dit nou weer? Geen idee. Ik kan hem gewoon niet weer vinden. Ik weet niet waar hij staat. Ik ben alles nagezocht. Ik heb de naam geprobeerd. Hij staat ook niet op de naam. Op de naam van waar hij op staat. Ook niet van de remixer. De Dex. Weet ik hoe die heet. Dus geen idee. Maar ik weet 110% zeker dat ik hem ergens heb. Maar ik heb hem in ieder geval nou weer gedownload. Ik heb nou een ander mapje staan van royalty free music. Dat ik hem kan gebruiken op mijn harde schijven. Dat ik hem kan gebruiken in de video's. Dat is dus mooi zo. En ik kan me nog steeds niet voorstellen dat ik hem kwijt ben. Ik vind het een heel mooi nummer. Rustige. Harde bass erin. Ik vind het een mooi nummer. Een mooi nummer. Hij was dus van de reclame van Ford. De nieuwe reclame van Ford. Toen klonk het me al zo bekend. En dat is hij dus ook voorbij. Het is nu 00:30, 1,5 uur ga ik weg. Moet ik weg? Moet ik weg. Met officieel 2 uur moet ik weg, maar ik ga hem even iets eerder, want ik kan nog even rustig aan doen. Dan ga ik weg. En dan hopen dat mijn fles cola nog op in de koelkast ligt op het werk. Niet dat iemand anders hem leeg gezopen heeft. Dan heb ik hem gisteren dus opgehaald voor niks. Maar dat zie ik. Dat is gewoon even afwachten. Voor de rest, niet echt heel veel super plannen meer of zo. Gewoon rustig aandoen en dan richting werk. En dan zie ik wel weer wat gebeurt als ik... Hoe laat ik trouwens vrij ben, want ik heb geen idee hoe het weer gaat lopen met die machines. Ik hoop dat ze er al eindelijk eens een keer naar gekeken hebben overdag. Anders ben ik om 10 uur nog niet weg. En dan zit ik niet echt op te wachten. Ik ben al moe, ik heb nog geen ene reep gedaan vandaag. Ja, nummer, muziek zoeken, maar voor de rest helemaal niks. Nope. Soms zit er mee, soms zit er tegen. Wat doe je eraan? Ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Maar ja, wat doe je eraan? Wat eten en dan door naar werk. Ik heb thuis al wat gegeten, maar ik heb nog honger. Dus ik ben weer bij die Chinese snackbar-achtig iets. Dekkers, Pieti restaurant. Net als een hele lange tijd geleden met die jongens. Dus eerst even wat eten en daarna door naar werk. Maar ik denk, ik heb zo'n klein gevoel dat ik zometeen door de regen heen moet. Want toen ik naar huis ging, begon dat te sputteren. Dus ik zal wel zien hoe lang het droog blijft. Het ziet er ook niet echt veelbelovend uit. De lucht, echt niet. Kijk maar. Klein beetje dreigend voor mij, vind ik. Ik weet ook niet of er überhaupt buien aankomen, want aan internet is het weer
het kloten zoals gewoonlijk thuis. Doe dit niet. Voor mij heeft Ziggo iets van een probleem of zo, waardoor wij geen internet hebben. Daarom is de vlog van 2 dagen geleden. Dus voor mij voor vandaag. Later. Want ik ben om 10 uur vrij, dus ik moet naar huis. Dus ongeveer 11, 11:30 komt hij online. Als hij daarna goed geüpload is. Als de internet het doet. Anders niet. Maar nou is er verwacht om eten en daarna eten. Daar heb ik zin in. Zo, dat was lekker. Ik heb er weer goed genoeg van. Ik ga door naar mijn werk. En dan nog even werken. En dan vanavond weer om 10 uur naar huis. Ik hoop dat het 10 uur wordt. En niet later, maar dat zullen we wel zien. Hoe het eigenlijk gaat qua machines en zo. Of er geen storingen weer zijn, ja of nee. Maar ik heb geen idee hoe het nou verloopt. Misschien gaat het nou wel helemaal perfect. Maar misschien gaat het vandaag ook nog wel klotener dan gisteren. Dat was geen woord, klotener. Misschien gaat het vandaag ook nog wel erger naar de t***ing dan gisteren. En you got it. Dus ja, dat zien we vanzelf wel. En maar nou is door. En ik check jullie na die tijd wel. Ik heb geen idee wat Lucas aan het doen is. Nou ja, maakt mij niet uit. Ik ga er vandoor. Blijkbaar zijn ze nou vlakbij mijn werk achter op het land bezig om die stokjes op te ruimen van dat hennep. Wat hier groeide. Die hele grote velden hennep. Die takken worden gebruikt voor touw. Blijkbaar zijn ze dat nou allemaal aan het opruimen. 1 grote stuiffabriek hier zo. Ongelooflijk. Niet normaal. Ik heb nog een kwartiertje, dus ik ga even wat filmen hiervan, denk ik. En dan door naar mijn werk. Hoe vaak heb ik dat nog niet gezegd? Kijk maar. Op mijn muis, hoppakee. Zo, ik ben inmiddels al thuis. Ik ben ook net thuis. Ik ga hem zo nog even douchen. Naaldje vervangen. Die begon ook weer te piepen. Dus die is inderdaad ook leeg. Dus dan heb ik morgen vrij. Donderdag vrij moet ik hem vrijdagavond weer doen. Dat moet wel lukken. De laatste keer in deze week. Ja, dus dit is na deze vrijdag de laatste keer van deze week. En daarna maandag weer in de vakantie. Dat zit via de verder. Dat zit verder helemaal prima. Wat heb ik? Nou ja. In ieder geval, er is vandaag niks fout gegaan. Gelukkig. Ja, 1 fout gemaakt, dat was ik. Ik had de verkeerde instellingen gepakt. Maar dat is snel opgelost. En dat is verder allemaal goed gegaan. Voor de rest, morgen nog een avondje van 3 tot 10, 7 uurtjes. Dus dat is ook nog wel te doen. Als het goed is, waarschijnlijk met Bas. Dus dat komt wel goed. En voor de rest, geen idee wat morgen brengt. Dat zal ik morgen wel zien. Ik ga in ieder geval eerst even douchen. En dan, geen idee wat nog verder. Gewoon rustig gaan, denk ik. Het is nou 11:30. Ik kijk eerst even op mijn computer en dan kijk ik daarin, want er zit nog wel eens verschil in. Soms loopt die sneller op een of andere manier, dan loopt die voor en dan loopt die wat achter. Het is nou 23:25 en daar staat op 11:26. Dus het kan zo wezen dat die morgen op 23:25 staat en die op 11:29 of zo, of 20. Dat op een of andere manier heel apart, maar dat ding is ook al een paar jaar oud en het was een stroomgekoop dingetje bij de kijkshop. Dus ja, verwacht er niet het allerbeste van, hè? Dat doen wij ook niet. Ik zeg in ieder geval, geniet van je middag, nacht, avond, ochtend, wanneer je dit kijkt. En hoop ik jullie in principe morgen weer te zien. Ik het wel. Jongens en meisjes, geniet van je dag. Aloha.